Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe It's Ultrex vlog hier op mijn kanaal. Even een korte mededeling, hetzelfde als de vorige video. Aangezien ik de camera op de verkeerde stand had, is deze video niet echt van het allerbeste beeldkwaliteit. Het is een beetje witjes, een beetje te licht opgenomen lijkt het wel. Ik kan hier verder niks aan doen. Ik zal voortaan in de toekomst beter rekening mee houden dat de camera op de goede plek staat. Want anders dan krijgen we dus allemaal van deze soort video's en het is gewoon niet te doen. In ieder geval wou ik jullie toch deze beelden laten zien. Dit is wat ik jullie kan laten zien. Ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, mijn rechter. Nou, we gaan naar de Kuip toe. Fijn dat Excelsior de eerste thuiswedstrijd van dit jaar. En niet zo best. Ik heb er slecht gevoel over, want ze hebben de afgelopen twee wedstrijden, jullie weten het, de afgelopen drie wedstrijden kansloos verloren. Zijn dan uitgeschakeld. Verloren van de Graafschap, dus dat was niet best. Maar ik heb wel weer bij me, en dat is, hij is al denk ik al 30 vlogs geleden voor het laatst in mijn vlog geweest, maar hij is er weer. Monsieur Ramonda. Monsieur Ramonda. Dat is mooi, hè? Dat is niet niks, ah. Dat is niet niks, ah. Dat is niet niks, ah. Ik heb er weer mooie bezig. Nou, hij is er weer en we gaan nu naar de Kuip. Dus we gaan maar weer even kijken wat het wordt, hè, jongens. Doei! Zo, Ramon, we zijn er weer! Ja, dat gaan we wel, hè. Dat is mooi, ja. En wat denk je wat de uitslag gaat worden? 8-0. Ja, dat zou wel mooi wezen, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. 5-0. Ja, ik denk een maximale 4-0. Ja, ik denk wel 3-4-0, ja. 3-4-0. Een beetje, maar ja, als het dit was, ja, dan heb ik geen last. Dat is niet niks aan. Nee, dat is niet niks aan. Ja, 3-0 hè, oké. Okay. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. Nee, dat is niet niks, hè. Nee, het is niet niks, ah. Ja, dat is heel mooi, ja. Dat is niet niks, ah. Nee, het is niet niks.
zijn de legioen en we worden kampioen. En iedereen komt er op. Nou, ik moet de 2-11 even knallen.
hebben ja Joep, hè? Ja, Joep, hè?
een echte kanarievogel, hoor. Hey. Ja, precies. Zo, godverdomme. Zeg hij. Wat een. Dat was echt geen. Jongen, echt hè. Man. Ga maar leggen. Echt, hè.
gaat erop halen. Zo, nou Ramon, dat was hem weer voor vandaag. Ja, dat klopt, hè. Dat was niet dat 3-0 gewonnen. Ja, 3-0 inderdaad. 3-0 gewonnen, ik wou zeggen. 2-0 gewonnen. 3-0 gewonnen alweer. Mijn wens is echt gelukkig, hoor. Ja, toch. Ja, Ramon had 3-4-0 gezegd, dus... Dat was ook niet verkeerd. Nou, we gaan weer eens een keertje via de andere kant. Pakken we de tram. De metro, die... zijn ze werkzaamheden aan de metro. En we moeten nu dus via een andere tram pakken, want de metro gaat maar tot Maashaven. Maashaven kan je pas weer op de metro naar Spijkenissen stappen. Soms dus het is een hele omweg, nou hè. Soms is het verder als die anders. Hele... Ja, het is een hele omweg, maar ja. Dus gaan we dat maar weer doen, hè. We gaan het maar weer doen, hè. Dat pak je wel. Dus we gaan nu over de brug heen. Kom maar via de andere kant. En het is echt fucking druk. Is het... Oh, het is echt fucking druk. Die kant op, rechtdoor.
Nou Ramon, wat vond je ervan van vandaag? Ja, ik vond het wel weer... Vond ik een teringhand. Dat was gelukkig wel wat aan het lukken. Nou, het was niet best. We hebben wel 3-0 gewonnen, dat wel. Ja, er waren misschien even toetsen, Dan zien jullie wel weer als we in Spijkenissen zijn, hè? Dat dan weer wel. Oké, heb je dat? Zo, nou dat was hem weer van vandaag, hè, jongens. We zijn weer terug in Spijkenissen. We zijn bij het metrostation. En we gaan nu naar de auto en gaan we lekker even een kapsalonnetje eten. Hè. Ik heb vertrek in een kapsalonnetje. We gaan even lekker eten. Spreek ik jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Hier op mijn kanaal. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrex. En druk op het belletje en dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. Bedankt, Ramonski, eindelijk was hij er weer eens. Ja. Eindelijk weer eens in de vlog van me, want het was al heel lang geleden dat hij in een vlog zat bij mij. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Jongens, de groetjes allemaal. Bye. Later.